twee veteranen in gesprek over de evacuatie uit Afghanistan en twee uiteenlopende meningen. Should we have gone in? That's actually debatable. Unfortunately, it looks like it didn't help enough at the end. Even though it ended this way, I mean, obviously it was still worth it, you know. Steve en Steven wonen in een opvangcentrum voor veteranen die hulp zoeken. Hier krijgen ze onderdak, eten en therapie. Steven was gestationeerd in Irak. Het duurde 4 jaar voordat hij stopte met drinken en aan de bel trok. I didn't realize something was wrong with me until I started being sober and everything started hitting me. Steven was slachtoffer van een bomaanslag in Bagdad. Hij leek in eerste instantie ongedeerd, maar zijn hoofd maakte een flinke klap. A lot of people think I'm slow, but I just have a TBI, which is traumatic brain injury, because I was blown up. But so a lot of times I'll forget words and places and names. Sinds 11 september 2001 zijn voor de VS bijna 3 miljoen militairen ingezet. De meeste waren gestationeerd in Irak en Afghanistan. Eenmaal terug kampt de helft met gezondheidsklachten, zowel fysiek als mentaal. Zo heeft ruim een derde van de militairen last van een posttraumatische stressstoornis. Meer dan 7000 Amerikaanse militairen kwamen om in de oorlog tegen terreur na 11 september. Maar de mentale aanslag is nog groter. Meer dan 30.000 soldaten beroofden zichzelf van het leven. Het geeft maar aan hoeveel deze oorlog Amerikanen heeft gekost. Steve zat 20 jaar bij de Amerikaanse marine en was betrokken bij de oorlog in Afghanistan. Eenmaal klaar met zijn dienst liep hij vast in het leven. How did you end up here? I was actually 2 weeks away from graduating welding school. It so happens I became a displaced veteran and I was going to live out of my car for a little while. Hij vindt het pijnlijk om te zien hoe weinig Amerika heeft bereikt na 2 decennia oorlog. How much blood and money was spilled over there? The sea fall so spectacularly it was a blow that I wasn't expecting. Met deze twee gaat het beter. Toch zijn ze bang dat andere militairen niet op tijd hulp zoeken. Ruben Leter, RTL Nieuws, Florida.